Ja, ik ga wel proberen om in de vlucht te zitten. Vooral om met oog om eigenlijk de eerste schifting aan te overleven. En dan proberen Alexander wat dieper in de finale te kunnen helpen. Alexander Christophe. En dat is eigenlijk het plan. Dus niet met illusie dat de vlucht ver gaat komen. Want dat is niet echt haalbaar, denk ik, in de ronde. Maar dat zorgt er wel voor dat we misschien die mannetje iets verder in de finale hebben. Omdat we, ja, dus, want we hebben al wat mannen die het in het begin kunnen doen, positioneren. Dus dat is eigenlijk het plan. Als je vorig jaar kijkt hoe ver Stefan Bisseke nog wist te komen, dat was de tweede keer Quaremont, dankzij een groep. Kan je ze helemaal onthouden, waar is het niet? Ja, tweede keer Quaremont is ook wel, dat is ook wel het plan hoor, om die tweede keer Quaremont te overleven. Dus je kan ook wel ver komen, maar uiteindelijk als je de derde keer Quaremont paard erop aan, dan word je er toch afgereden. Dus die illusie, het is een andere koers dan Kuurne of Dwars de Vlaanderen hier is het toch proberen. Oh, ik hoop dat ik na mijn Quaremont overleef en dat ik dan dat werk kan doen. Hoe lastig denk je dat het vandaag gaat worden om in de vlucht te komen? Ja, het is altijd weer afwachten. De ene keer denk je, ja, het gaat heel lastig worden, gaat deze meteen weg. En ja, ik merkte in Zwarte Vlaanderen dat het wel lastig was, ook voor mij om erin te komen. Maar ik ga het proberen, maar ik wil niet... In Zwarte Vlaanderen was het alles of niks en ik wil proberen nog wel iets over te houden. Dus we gaan, het is altijd lastig, maar we gaan het proberen. Hoe goed is Christophe? Een beetje wisselend, hij is ook wel iets niet helemaal fit geweest. Gent-Wevelgem was hij wel weer goed, Dwars de Vlaanderen was hij iets minder. Maar ja, hij heeft wel laten zien dat hij eigenlijk bijna altijd top 5 rijdt hier zo. En zo vaak drie keer podium, een keer winnen. Dus ja, het is, in dat opzicht is het wel altijd iemand om rekening mee te houden. Je zou wel rekening met twee keer feest op zondag. Nou, dat nog niet. Maar het zou wel wat zijn, zeg. Ja, is goed. Ciao.